Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Sylvain Michet. Ik werk als arts en epidemioloog in het Erasmus MC. En zoals u kunt zien ben ik niet bij u vandaag en is het ook geen middag meer bij mij. Helaas kon ik er vanwege familieomstandigheden niet bij zijn vandaag bij u. Maar ik heb wel een presentatie voor u voorbereid en ik ga die graag met u delen. En dan hoop ik toch dat we samen nog veel kunnen leren over dit interessante onderwerp. En als het goed is, ziet u nu mijn presentatie. Ik zal weer op het volledige scherm zetten. Ja, dus ik ga het vanmiddag met u hebben over multimorbiditeit. Ook wel het samenvallen van twee of meer langdurige aandoeningen. En ik heb de presentatie getiteld Voorkomen, dus preventie, volgorde en vervolg. Want hoe moeten we dan verder als we dit allemaal hebben geleerd? Nou, nogmaals, mijn naam is Sylvain Lichet. Ik werk als arts en epidemioloog in het Erasmus MC op de afdeling epidemiologie. Allereerst een disclaimer voordat ik de presentatie begin. Ik doe heel veel soorten onderzoek naar verschillende ziektes, maar nou net de schildklier is een orgaan waar ik wat minder onderzoek naar doe specifiek. Dus ik kijk vooral naar verschillende ziektes en hoe die met elkaar samenvallen. Maar helaas is de schildklier nog niet helemaal daarin meegenomen. Dus ik ga dat zeker doen in de toekomst, maar dan weet u nu alvast dat dat iets is wat op mijn wensenlijstje staat. Dit zijn eigenlijk de drie antwoorden die ik u wil geven op de volgende drie vragen. En die kunt u dan meenemen naar huis of naar uw werk of waar u naartoe wilt. En u kunt ze hier lezen. En ze komen weer terug op de drie V's, de drie voorkomen, volgorde en vervolg die ik al eerder had genoemd. En het gaat met name over hoe ontstaat het nou? Welke verschillende patronen zijn er? En waarom moeten we daar eigenlijk de zorg op gaan inrichten? En ook een discussie. En ook al ben ik er niet live bij, hoop ik toch met een paar vragen de discussie op te starten. En wellicht kunt u dan vanmiddag in kleinere groepjes daar nog verder over doorpraten. Allereerst, hoe ontstaat multimorbiditeit en waarom is dit onderwerp eigenlijk van belang? Nou, zoals we denk ik allemaal weten, we gaan allemaal een keer dood. Dat weten we allemaal. Maar we worden ook natuurlijk een keer ziek in het leven. En doorgaans leidt de ziekte ook de dood in, zeker op hogere leeftijd. En de vraag die eigenlijk uitstond voor ons als onderzoekers was, wanneer gebeurt dat eigenlijk? En dan bedoelen we met name, als je nou allerlei verschillende ziektes bij elkaar kan nemen, die vaak de oorzaak zijn van de dood. Dus denk bijvoorbeeld aan longziektes, hartziekten, maar ook kanker of dementie. Welke ziekte treedt dan op als eerste? En hoe welke leeftijd heeft dan iemand eigenlijk als dat optreedt? Daarvoor hebben wij gebruik gemaakt van de grote studie, de ERGO-studie, de Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek. Dat is een langlopende bevolkingsstudie in de regio Rotterdam, waar mensen al eigenlijk meer dan 30 jaar aan meedoen. Dus in 1989 deden de eerste deelnemers aan dit mooie onderzoek mee. En we zijn over de jaren heen die mensen blijven vervolgen totdat zij ziek werden, totdat ze dood gingen. Maar die mensen gingen natuurlijk dood en op een gegeven moment moesten natuurlijk ook nieuwe mensen bijkomen om het onderzoek in leven te houden, zoals we dat noemen. Dus door de jaren heen zijn er steeds meer mensen mee gaan doen. En ook die mensen zijn we blijven vervolgen. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je, en dat laat deze lijn mooi zien, met een grote groep mensen begint die eigenlijk geen langdurige aandoeningen hebben als ze meedoen met de studie. Maar over de jaren worden de mensen langzaam ziek. Ze krijgen bijvoorbeeld risicofactoren zoals roken, overgewicht of hoge bloeddruk. En vervolgens komt er een intrede van de ziekte en uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal sterven. Nou, deze data hebben we eigenlijk gebruikt om eens te kijken van als we van al die mensen die al 30 jaar zijn gevolgd over tijd kunnen zien wanneer zij voor het eerst ziek worden, welke leeftijd is dat dan? Nou, en dat ziet u in deze animatie. Dus u ziet op de linkeras ziet u het absolute risico op ziekte. En op de onderste as ziet u de leeftijd. En dan ziet u eigenlijk dat die lijn, die begint rond de 45 jaar, omdat dat de eerste mensen waren die mee konden doen aan de studie. En die lijn die kruipt eigenlijk zo heel snel omhoog. En aan het einde zakt die weer een beetje af. En ik zie dat de leeftijd hier niet helemaal opstaat, maar je moet maar even geloven dat het begint bij 45 en het eindigt bij 100. En je ziet hoe mooi deze lijn eigenlijk zich zo aftekent. En ook dat we dus eigenlijk allemaal rond de leeftijd van 90 of 100 jaar, als u dan nog in leven bent, toch wel een langdurige aandoening heeft.
Nou, hier komt hij nog een keertje. En welke aandoeningen zijn dat zoal die we dan als eerste krijgen? Want dat is hier wel even van belang. Dus hier ziet u opnieuw dat risico staan. En dan hebben we hier onderscheid gemaakt tussen twee groepen mensen. De ene groep heeft geen risicofactoren. En dan bedoel ik roken niet, hebben geen hoge bloeddruk. En hebben ook geen overgewicht. En de andere groep heeft hier alle drie de risicofactoren. Nou, en dan ziet u dat al die ziektes bij elkaar optelt, komt u ongeveer op een gelijkwaardig percentage. Of je nou risicofactoren hebt of niet. De ziekteintrede komt wel ergens in het leven. Maar het is met name de leeftijd waarop dit gebeurt. En dan zien we ook grote leeftijdsverschillen. Dus mensen die geen risicofactoren hebben, die leven vaak 6 jaar langer. Maar die leven ook 9 jaar langer zonder dat ze ziek zijn. En hier ziet u ook de verschillen in de eerste ziekte die optreedt. Dus bijvoorbeeld, als we kijken naar de mensen zonder risicofactoren. Die hebben bijvoorbeeld hier in het paars niet zo vaak diabetes als eerste ziekte. Terwijl mensen met drie risicofactoren, dus roken, overgewicht en hoge bloeddruk, krijgen vaak diabetes als eerste aandoening. Maar we weten inmiddels ook dat het daar dus niet bij blijft. En daar hebben we het dus ook vandaag over. Het is niet één aandoening die mensen vaak in het leven krijgen. Nee, het worden er meer. En dan spreek je over multimorbiditeit. En dan wordt het ook complexer, want de ene aandoening laat zich niet altijd even makkelijk behandelen door dezelfde dokter of zorgverlener als de andere aandoening. Dus de patiënten krijgen te maken met een complex web van zorgverleners. Nou, en dit is een beetje het beeld wat gaat ontstaan. Dat mensen met verschillende ziektes tegelijkertijd in de kliniek komen of bij de dokter. En dat daar dus organisatie van zorg moet plaatsvinden. Maar wat er ook gebeurt, is dat die mensen verschillende zorgverleners zien en dat er verschillende soorten therapieën worden gestart. Dus we zien nu veel lange lijsten van medicatie. En mensen moeten die ook allemaal gaan innemen volgens een bepaald schema. Dus deze lijst is ook best wel indrukwekkend. En dan moet de ene tablet moet 's ochtends en de ander moet 's avonds. En de een moet genomen worden zonder dat u gegeten heeft en de ander na het eten. En de een is een zalf, en de ander weer een tablet. En de een mag weer niet samen met die, en de ander weer niet met die. Dus zo bent u als patiënt soms ontzettend bezig met het afstemmen van al die medicatie. Nou, dit is denk ik vandaag al uitgelegd, maar ik ga het toch nog heel kort even doen. Verschil tussen comorbiditeit en multimorbiditeit. Nou, bij comorbiditeit zeggen we eigenlijk, oké, er is één aandoening die de patiënt herkent als de belangrijkste. En daaromheen zitten een paar problemen van aandacht in de gezondheid. Bij multimorbiditeit zien we eigenlijk dat er meerdere aandoeningen tegelijkertijd spelen, die ook soms verschillende zorgverleners nodig hebben, waar de patiënt dus tegelijk last van heeft. Nou, dit is even een voorbeeld hoe we het zouden kunnen inkleuren. Er zijn bijvoorbeeld patiënten die hebben dan COPD, dus een longaandoening, maar hebben daarnaast bijvoorbeeld last gehad van trombosebeen, hoge bloeddruk waarvoor ze medicatie slikken, en de nierfunctie doet het wat minder goed. Nou, dit zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe je comorbiditeit zou kunnen zeggen van oké, er is één aandoening en er zijn drie comorbiditeiten. Bij multimorbiditeit zien we eigenlijk dat er drie verschillende aandoeningen zijn die tegelijkertijd spelen en waar vaak ook verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Dus hier de longaandoening, hartfalen en dan ook Parkinsonisme. Nou, in dat onderzoek wat ik eerder liet zien, dat erge onderzoek, hebben we nu eens gekeken, oké, als we nou eens mensen volgen over tijd, dus vanaf weer de leeftijd van 45 jaar. En we rekenen dan eens uit hoe vaak komt het nou voor dat multimorbiditeit optreedt. En dat hebben we dan apart gedaan voor mannen en voor vrouwen. Dus op het moment dat deze mensen mee gingen doen met de studie, hadden ze nog geen ziekte, waren nog vrij van ziekte. Dan zie je dat ontzettend snel deze grafieken toenemen. Dus hier zit u weer op de linkeras. Het risico staan, dat gaat dit keer tot 60% en iets daarboven. En hier weer de leeftijd onderop. Nou, bijvoorbeeld bij mannen, bij 45 jaar zijn mensen nog vrij van ziekte. En dan bij 55, 65, dan klimmen die lijnen ontzettend snel omhoog. En dan ziet u dat met name de grijze lijn heel hard stijgt. Nou, dat is de combinatie van twee lichamelijke aandoeningen. Bijvoorbeeld hartfalen met kanker bijvoorbeeld. In blauw ziet u de aandoeningen waarbij een combinatie ontstaat van zowel een lichamelijke als een psychische aandoening. Dus dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een depressie. Of ook wel dementie of Parkinson zou kunnen vallen onder een psychiatrische of neurodegeneratieve aandoening. Dan zie je daar grote verschillen tussen de mannen en de vrouwen. Alhoewel ongeveer 2/3 van de mensen te maken krijgt in het leven met multimorbiditeit, zien we dat bij vrouwen het risico op de combinatie van een lichamelijke en een psychische aandoening
bijna 2 keer zo hoog is als bij mannen. Nou, dit is natuurlijk een belangrijk gegeven, want we weten ook dat het organiseren van zorg voor mensen die last hebben van een psychische gezondheid als lichamelijke gezondheid erg ingewikkeld kan zijn. En dat is dus goed te weten, dat we bij vrouwen vaker deze combinaties zullen zien en dat dat misschien ook in de zorg op die manier moet worden aangepakt. Nou, dit is niet iets wat wij alleen in Rotterdam zien in onze studie. We hebben ook gewerkt met zorgverzekeringsdata. En dan hebben we gevraagd of landelijk gekeken kan worden hoe die patronen dan zijn van multimobiliteit. Nou, en dan ziet u het hier staan. In het donkergroen ziet u de nulaandoening, weer vanaf de leeftijd van 40, 45 jaar. En dan ziet u hoe snel die nulaandoening percentages afnemen. Nou, dat is niet verwonderlijk, want we weten, we worden op een gegeven moment ziek in het leven. Maar u ziet in donkerblauw en donker, ja, wat is het, geel en een beetje oranje en donkeroranje, de combinaties van aandoeningen en ziet ongelooflijk snel toenemen. Dus hoe ouder we worden, hoe meer ziektes we eigenlijk stapelen. Nou, dat is op zich ook een goed teken, want dat betekent ook dat we de eerste ziekte steeds beter kunnen behandelen. Dus bijvoorbeeld kanker wordt steeds beter behandelbaar, geeft mensen meer tijd om te leven. Dat kan fijn zijn om te besteden met de dierbaren en mooie dingen te doen. Maar het geeft ons ook de kans voor het lichaam om nieuwe ziektes op te stapelen. Nou, dan had ik even een vraag aan u. En aangezien ik er niet live ben, kan ik niet dit zelf organiseren. Maar we gaan proberen dat met de organisatie te doen. Dus ik ga u een aantal vragen stellen door de presentatie heen. En dan kunt u daar uw antwoord op geven. En dat kan anoniem. En hiervoor kunt u dus op uw telefoon bijvoorbeeld, of op uw iPad of een ander apparaat dat u bij zich heeft, kunt u naar de website slido.com gaan. U ziet het hier staan. En dan komt u ongeveer op zo'n soort website. Dus zoals u hier ziet. En dan kunt u daar een code in toetsen. En dan moet u deze code in toetsen. 104-3519. En als het goed is, dan ziet u dan deze vraag staan. Hoeveel langdurige aandoeningen heeft u? En dan heb ik u daar een aantal opties gegeven. En dan ben ik benieuwd of u die vraag kan beantwoorden. Ik geef u daar dan even de tijd voor. Ik hoop dat het u lukt. Het is dus anoniem. En als het goed is, kunnen wij ook de resultaten laten zien op het scherm. Als dat niet lukt, kunnen we het misschien na de presentatie doen. Dan kan de organisatie dat u laten zien, wat u daarop geantwoord heeft. Ook om een beetje te zien of u de patronen die ik u net liet zien in al die grafieken ook kan herkennen. Speelt dit ook bij u? Heeft u ook meerdere langdurige aandoeningen? En hoeveel zijn dat er dan? Of wilt u daar geen antwoord op geven? Dat kan natuurlijk ook, dat is uw goed recht. En mocht het niet lukken, dan kan het ook nog zijn dat we dit gewoon met uw buurman of uw buurvrouw bespreken. Dan hebben we ook een beetje interactie, zullen we maar zeggen. Oké. Ik ga naar de volgende. Tweede vraag die ik wil beantwoorden vandaag, of met u wil bespreken, is: welke verschillende patronen zijn er? We hebben het er net al een klein beetje over gehad. Maar vooral ook, waarom is het belangrijk om onze zorg daarop in te richten? Nou, deze grap bijna heb ik u eerder laten zien, maar het is ook wel een beetje waar, hè? In het ziekenhuis hebben we steeds vaker dat de doktoren zich verder specialiseren. Dat heeft wel ertoe geleid dat we heel veel ziektes steeds beter kunnen diagnosticeren en behandelen. Dat mensen ook steeds langer kunnen leven. Maar het draagt ook een beetje aan bij dat we soms de mensen die heel veel tegelijk hebben niet zo goed meer kunnen behandelen. Omdat dan de een dat stukje van het lichaam doet en de ander doet dat stukje. Maar we zien niet alleen het ziekenhuis, ook in de huisartsensetting gebeurt dit steeds meer. En de huisarts was vroeger, denk ik, toch vooral de dokter die het overzicht had over het geheel. En dat hebben ze zeker nog steeds. Maar we zien ook dat daar bijvoorbeeld de praktijkondersteuner, de POH, de taken van de huisarts uit handen neemt. Maar dat doet dan ook specifiek voor bepaalde aandoeningen. Dus je hebt de POH soms voor de astma of voor de COPD. Maar je hebt ook een POH die gaat over het cardiovasculaire systeem. En een POH die gaat over de psychische gezondheid, de POH GGZ. Dus je verzamelt al snel weer een grote groep mensen om je heen als patiënt, als je last hebt van meerdere aandoeningen, en daar bent u dan niet de enige in, zoals u heeft gezien, die ook weer met elkaar moeten overleggen hoe het met u gaat en hoe ze de zorg het beste voor u kunnen inrichten. In theorie is het dus zo dat u bij de huisarts eigenlijk uw huisarts kan hebben als zorgverlener, uw POH GGZ, POH CVRM, dus het cardiovasculair risicomanagement,
En de POH bijvoorbeeld van de COPD. Dus dan heeft u al gauw vier mensen weer om zich heen. En dan bent u nog niet eens in het ziekenhuis geweest. Dus dit spanningsveld, van de ene kant de patiënten met meerdere aandoeningen die langdurig spelen. En anderzijds ons zorgsysteem, waar we nog heel erg de focus hebben op individuele ziektes. Dat levert vooral bij de patiënt spanning op. Want het is goed te realiseren dat 99,6% van uw tijd door het jaar heen moet u zelf het oplossen met uw aandoeningen. Die andere 0,04% zit u bij de dokter of bij de specialist. Dus het is nog wel van belang dat u goed geïnstrueerd wordt hoe het moet en wat u dan thuis moet doen als het misgaat. En dit noemen we dan ook wel ziektelast. Dus de ziektelast die u met zich meedraagt door het jaar heen kan soms behoorlijk zijn en er is maar toch weinig tijd om dat te bespreken met uw zorgverlener. Dan komt natuurlijk ook de vraag bij mij op, en wellicht had u hem zelf al zien aankomen, hoeveel verschillende zorgverleners behandelen u eigenlijk? En dan kunnen we weer naar diezelfde website, misschien heeft u hem nog openstaan, en anders kunt u weer even opnieuw naar deze website gaan. Als het goed is, ziet u dan deze nieuwe vraag in beeld. En bij zorgverleners kan het natuurlijk een breed begrip zijn. Het kan gaan om huisartsen, maar ook medisch specialisten. Of misschien heeft u wel een psycholoog, of een psychiater, of een fysiotherapeut. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die u kunnen helpen. En om maar eens een idee te krijgen hoeveel dat er kunnen zijn, ben ik even benieuwd naar uw antwoord. Het is weer anoniem, doen verder niks met uw gegevens. Puur en alleen om ook een beetje interactie en de discussie op te starten. Ik hoop dat het u lukt om de vragen te beantwoorden. Dan gaan we naar de volgende, want we hebben ziektelast. Maar we hebben ook zoiets wat we noemen behandellast. Dus alles wat u draagt aan de ziektes, dat geeft soms vervelende klachten. Of u heeft last van versnelde vermoeidheid. Of u voelt zich somber. Of u heeft gewoon pijn, dat kan natuurlijk ook. En veel kunnen we daarvan verlichten door het gebruik van medicatie. Maar u voelt hem al aankomen. Als u meerdere aandoeningen heeft, dan zijn er ook vaak verschillende pillen nodig. Of verschillende drankjes. Of verschillende pleisters. En dat riep bij ons de vraag op. In onze onderzoeksgroep, wat gebruiken mensen nou eigenlijk allemaal en hoe vaak komt het samen voor? Dus daarvoor hebben we gekeken, opnieuw naar die bevolkingsonderzoek in Rotterdam. En daarvan hebben we alle apotheekgegevens van die mensen is geraadpleegd. Dat is een behoorlijke klus, want u heeft al gezien bij die ene lijst hoeveel pillen er soms gebruikt worden. En die moesten we bijvoorbeeld allemaal indelen in hun eigen categorie. Maar dat gaf wel hele bijzondere inzichten. Want wat we dan noemen polypharmacie, dus het gelijktijdig gebruik van vijf of meer medicamenten, komt vaak voor. Maar wat voor soorten pillen zitten daar dan bij? Nou, dat ziet u hier. Het is een hele grote grafiek. En dat is puur en alleen om even u te laten zien hoe complex eigenlijk dat overzicht wel niet is. Dus hier ziet u het aantal voorschriften, dus het aantal medicamenten dat zijn uitgeschreven in de hele onderzoekspopulatie. En dan ziet u hier een hele lijst met verschillende medicamenten. En we hebben ze even op grote categorieën ingedeeld. En u ziet al dat cardiovasculaire medicatie, zoals de bloeddrukverlagers, cholesteroltabletten, die zijn eigenlijk het meest voorkomend. En die maken ook de meeste combinaties met allerlei andere ziekten. Maar u ziet ook al heel snel in deze grafiek dat het niet één of twee combinaties zijn, hè? Hier 1, 2, maar soms wel drie verschillende medicamenten. Of hier verderop vier of vijf. En dat komt niet één keer voor, nee, dat komt in grote getalen voor. Dus dit, wat we dan noemen polypharmacie, die is ontzettend veel voorkomend. En maakt het voor patiënten ook heel ingewikkeld om vol te houden. Soms wordt er een nieuw medicament gestart en een ander eraf gehaald, maar verandert het behandelschema. Dus dan wordt het ene tablet weer van de ochtend naar de avond gedaan. Nou, dat moet je ook maar allemaal kunnen volgen als patiënt. En hier ziet u nog even de schildkliermedicamenten. Die had ik nog even specifiek uitgelicht. En je ziet eigenlijk, die worden het vaakst in combinatie voorgeschreven met cardiovasculaire medicatie, dus bloeddrukverlagers en cholesterolverlagers of andere tabletten voor uw hart. Nou, dus we hebben de ziektelast, maar dus ook de behandellast die plaatsvindt. En dit is een tweede stuk eigenlijk wat we hebben bij mensen met meerdere langdurige aandoeningen. Dit kan ook voorkomen, en daar gaat vraag C over, dat de tabletten niet alleen moeilijk zijn om te volgen of in te nemen, maar ook dat het soms tegenstrijdig is. Dus dat u van de ene dokter of zorgverlener hoort dat u het zo moet doen en van de andere dokter dat u het zus moet doen. Heeft u wel eens dat meegemaakt? Kunt u daar een antwoord op geven? Kan u weer naar die Slido-website gaan en dan de code weer intoetsen of als u er nog bent,
Ook goed, dan kunt u gelijk van start en dan kunt u weer meedoen. Dus heeft u al eens tegenstrijdige adviezen of therapie gehad van verschillende doktoren of zorgverleners? Ik hoop dat het u gelukt is. Gaan we naar de volgende vraag. Suggesties voor organisatie van zorg in de toekomst. Hoe moeten we nou verder? Ik ga 3 suggesties doen. En dan kunnen we daarna nog de discussie hebben. Nou, zoals u ziet, is dus dat opstapelen van ziekte gebeurt steeds vaker. Wat eigenlijk cruciaal is, wat heel belangrijk is, is dat we die eerste ziekte die ontstaat, dat we die zo ver mogelijk opschuiven. En dat kan heel goed door goed in te zetten op preventie. En ik noem dat hier populatiebrede preventie. Dat betekent dat we bijvoorbeeld het rookbeleid dat we nu hebben, het anti-rookbeleid, dat we dat nog scherper maken. Dat we dus voorkomen dat onze kinderen en onze kleinkinderen gaan roken. Maar ook dat we scherper inzetten op gebruik van bijvoorbeeld fastfoodketens in de wijk. Om het overgewichtprobleem te versmallen, te verlagen. En als laatste ook dat we veel gaan doen aan het controleren van de bloeddruk. Want heel veel mensen lopen rond met een verhoogde bloeddruk zonder dat ze dat weten. Nou, een tweede suggestie die ik doe is integrale eerste lijnzorg. Daar zal ik zo iets meer over vertellen. En de laatste is dat we misschien kunnen kijken naar combinatieklinieken. Zodat mensen in één kliniek de zorg kunnen vinden voor de ziektes die ze daar hebben. Nou, de eerste suggestie, dat had ik al kort ingeleid. We hebben daar onderzoek naar gedaan in 2019. Waarbij we gekeken hebben van als we nou mensen vergelijken die gezond leven met die wat minder gezond leven. En dan hebben we het over 3 belangrijke risicofactoren opnieuw. De roken, overgewicht en hoge bloeddruk. Wat gebeurt er dan met hun lengte van leven? En dan in de zin in absolute zin, dus hoe lang leven ze langer. Maar ook hoe lang leven ze anders of langer zonder ziekte. Nou, en dat ziet u in deze grafiek. U ziet hier de levensverwachting vanaf 45 jaar. En dan ziet u de gezonde levensverwachting in groen en de levensjaren met ziekte in rood. Nou, en u ziet ook dat u hier de 3 risicofactoren ziet en hier de geen risicofactorengroep. Nou, en dan ziet u dat eigenlijk op het moment dat de mensen die 3 risicofactoren hebben gaan sterven, worden de mensen die geen risicofactoren hebben, worden pas ziek. Dus er zit een groot verschil tussen het moment van ziekte. En als we deze balk dus verder kunnen opschuiven, zoals we hier hebben gedaan hè, met een aantal jaren, dan is ook de kans om daar in dat tweede stukje, in dat rode stukje, meerdere ziektes op te stapelen een stuk kleiner. Nou, dan kan je ook nog kijken naar hoe kunnen we dus de eerste lijnzorg, dus de huisartsenzorg, verbeteren voor mensen met meerdere chronische aandoeningen. Nou, dat zou kunnen door bijvoorbeeld meer in te zetten op de zelfsturing van de patiënt. Hè. Dus wat wil de patiënt zelf en hoe willen ze dat inrichten? En dat is gedaan in deze trial, in dit grote onderzoek. En hier hebben ze dus gekeken van oké, als we mensen de kans geven om zelf te prioriteren, zelf voorkeur te geven aan wat ze willen behandelen, samen met een coördinatie van hun patiëntenzorg, dus dan met de zorgverleners die daar een rol spelen, dus daarmee ook veel meer continuïteit kunnen bieden, dus dat dezelfde dokter of dezelfde zorgverlener u vaker ziet, wordt dan de kwaliteit van leven ook beter van die mensen. Nou, helaas was dat niet zo in het onderzoek. Dus het is niet dat deze interventie de kwaliteit van leven van die mensen heel erg verbeterde. Maar wat wel was, is dat deze nieuwe vorm van zorg is niet duurder dan gebruikelijke zorg. En verbetert wel de ervaring van patiënten over de zorg die ze gehad hebben. Dus er is wel winst te behalen in de manier hoe mensen de zorg hebben ervaren tegen gelijke kosten. Nou, en als je dan keek naar de controlegroep, dus je hebt 2 groepen in deze onderzoek. De mensen die die nieuwe behandeling kregen en de mensen die de oude behandeling behielden, om zo te zien wat het effect was. En in de gebruikelijke zorg zag je eigenlijk al dat 90% van de mensen geen eigen zorgplan had. Dus dat die ook niet echt een idee hadden van wat er speelde en hoe ze dat beste zelf konden sturen of regie kunnen hebben. Maar ook dat bijna 1/4 van de mensen vertelde dat hun zorg nooit of zelden werd geïntegreerd. Dus dat betekent dat als ze bijvoorbeeld voor een afspraak naar het ziekenhuis moesten, dat het zelden bekeken werd of dat gelijktijdig kon met die andere afspraak die ze in het ziekenhuis al hadden staan, zeg maar 1 week later. En dan komen we bij de ene laatste vraag. Als u nou het zou mogen zeggen, wie zou dan de regie moeten hebben in de zorg voor mensen met meerdere langdurige aandoeningen? En dan kunt u weer naar diezelfde website gaan.
code intoetsen en meedoen. En dan heeft u een aantal opties. Misschien zit uw optie er niet tussen, dan kunt u dat volgens mij ook nog aanklikken. Dus hoe moeten we de regievoering organiseren? Dat is een belangrijk thema, omdat er natuurlijk steeds meer zorgverleners betrokken raken bij de zorg met mensen met meerdere aandoeningen. En hoe kunnen we nou zorgen dat dat goed gecoördineerd gaat en dat het voor iedereen helder is wie de beslissingen maakt en hoe de zorg het beste moet worden georganiseerd? Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Oké, we gaan richting het einde van de presentatie. Nou, hier heb ik nog even de resultaten neergezet. Ik had het u al een beetje verklapt, maar dit onderzoek kwam uit Engeland, wat ik net vertelde. En heeft een vergelijkbaar zorgsysteem als wij in Nederland hebben met de huisartsen. En ze hebben dus veel werk verzet, maar helaas dus op hun belangrijkste uitkomstmaat van de kwaliteit van leven geen effect kunnen aantonen. Daar zijn allemaal verschillende redenen voor te bedenken. Maar belangrijke andere analyses die ook gedaan zijn in dit mooie onderzoek, lieten dus wel wat meer hoopgevende resultaten zien. En ik vind het van belang dat we daar ook aan vasthouden. Nou, de laatste suggestie die ik wil doen is dat we wellicht ook in de toekomst meer klinieken gaan zien. Zoals hier bijvoorbeeld uitgericht in Amsterdam is een hart-breinkliniek geopend. Recent, was op 2 november dit nieuwsbericht. Waar mensen terecht kunnen voor gelijktijdige problematiek. En dat ze dus gezien worden door een team van mensen die integraal, dus holistisch, naar de patiënt kijken en dat allemaal in kaart brengen wat er speelt. En dan ook een betere prioritering, een betere lijst kunnen maken wat het meest aandacht voor het eerst moet hebben. Nou, en dan als laatste, als ik een paar suggesties mag doen voor hoe verder met multimobiliteit, dus een manifest voor multimobiliteit, er zijn wel een aantal dingen die ik zou kunnen uitlichten. Belangrijk is te realiseren, het is de regel aan het worden, niet meer de uitzondering dat mensen met langdurige aandoeningen leven. En het is ook niet alleen onder ouderen zo. We zien het ook op mensen rond de 60, 65 jaar dat dit veel voorkomend is. Nou, er zijn natuurlijk een paar dingen die we nodig hebben. Mensen zullen meer naar een holistisch beeld moeten worden behandeld en ook een zorgplan daarvoor moeten hebben. Maar belangrijk ook is continuïteit en coördinatie van zorg. En zeker in de tijd dat we toch een tekort hebben straks aan zorgverleners, zal dit nog steeds meer onder druk komen te staan. Er zal een belangrijke rol, denk ik, voor patiënten ook komen om dat zelf te gaan coördineren en organiseren. En dat kan alleen als er ook een plan is waarin je dat kwijt kan en dat zorgverleners daarvoor openstaan. Dat je dat als patiënt ook op je wilt nemen. Maar ook zeker de medicatie vereenvoudigen. Het wordt, denk ik, te ingewikkeld voor patiënten om het allemaal goed te doen. En dat kan natuurlijk de therapie trouw bijvoorbeeld ook in de weg staan. En het laatste is het ondersteunen van zelfzorg. We kunnen patiënten wel vragen om het zelf ook te gaan organiseren en zichzelf te gaan verzorgen en zelfredzaamheid te worden. Maar we moeten ze daar ook bij helpen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dan nog kort de antwoorden op de drie vragen als samenvatting. Als je kijkt naar het voorkomen, dus hoe vaak zien we dit, dan is het eerder regel dan uitzondering. 2/3 van de mensen in de maatschappij krijgt te maken met multimorbiditeit in het leven. We zien dat de vrouwen vaker combinaties hebben van psychische en lichamelijke aandoeningen ten opzichte van mannen, die vaker meerdere lichamelijke aandoeningen hebben. En als we kijken naar het vervolg, hoe moeten we nou verder? Inzetten op continuïteit en coördinatie van zorg. Dat verbetert niet direct de kwaliteit van leven, maar wel de zorgervaring van de patiënten. En dat tegen evenveel kosten. Vraagt wel deze drie punten om een grote verandering in ons zorgsysteem. En dat is denk ik iets wat niet van vandaag of morgen gaat, maar wel iets waar we in de lange termijn over na moeten denken. En als laatste wou ik met deze afsluiten. Als u nou het zou mogen veranderen, wat zou u dan willen veranderen? En dit is een open vraag, dus u kunt het zelf opschrijven. U kunt het gewoon optikken. En dan kunnen we de antwoorden in beeld brengen. En hopelijk kunnen we uw antwoorden gebruiken ook om verder onderzoek naar te doen. Want er zitten vast hele goede suggesties tussen, waar we dan mee verder kunnen in het onderzoek of met de discussie vanmiddag. Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Oké. Ik hoop dat het gelukt is. Dan ga ik nu naar de laatste slide. Ik wil u graag bedanken voor uw aandacht. Ook al kon ik er niet live bij zijn, hoop ik toch dat ik u wat heb kunnen bijbrengen. U kunt me altijd mailen voor opmerkingen of vragen op mijn e-mailadres. Dat ziet u hier staan.
Ik wil graag ook de financiers bedanken voor ons onderzoek. Dat zijn er een aantal: Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de KNAW, Horizon 2020, een Europese subsidiegever, Zonnewee, Longfonds, JP&D Research, ook Europees. En natuurlijk voor uw aandacht. Fantastisch dat u hier allemaal bent. En het feit dat dit al zo hoog bij jullie patiëntenorganisatie op de agenda staat, doet me goed. En ik zal hier in de toekomst ook onderzoek in blijven doen. En hopelijk blijven we ook samen in contact. Dank u wel.